President Skop, de president, president Chandrika Prasad Santokhi, die was in het Asset Stadion waar hij dus de aftrap deed. Ja, deze prijs draait om onze president. En hij was natuurlijk in persoon daar en heeft de aftrap gedaan. Ja, daarvoor ook nog kennis gemaakt met de spelers en de reservespelers. Zagen we hem ook nog met die kennis maken. En toen begon de wedstrijd. Een vrij spannende wedstrijd. Beide ploegen die gingen ervoor. En ja, voor Inter die kwamen in de problemen in de eerste helft toen Shelton Akoy de rode kaart kreeg. En ja, het leek alsof hij dus dat het buitenspel was, maar niet van waar. En Shelton Akoy kreeg de rode kaart door de tackle die hij maakte op de laatste man. Die hij maakte als laatste man op Jamilio Richters. Ja, buiten het gebied, dus geen penalty. En Inter moest dus voor de rest van de wedstrijd het doen met 10 man. Desondanks bleef Inter niet kansloos. Ze creëerde zelfs enkele doelrijpe kansen om te scoren. Zo ook Robin Hood. Maar Robin Hood vond dan goalie Adipi op hun weg, die een heel goede partij heeft gekiept. Moet gezegd worden. En de ruststand was dus 0-0. In de tweede helft zouden ook beide ploegen nog wat kansen creëren. Maar tot scoren kwamen ze niet. En toen moest de wedstrijd in de verlenging. Inter nog steeds met 10 man natuurlijk. Robin Hood die had de numerieke meerderheid. En in de eerste verlenging was het een handsbal. Ongelukkigerwijs werd de bal dus met de hand gespeeld. En Robin Hood kreeg een penalty die verzilverd werd door de captain himself, Jamilio Richters. En hij maakte geen fout. Doelman Adipi die ging wel naar de juiste kant, maar Richters die kreeg de bal wel achter hem. En Robin Hood was toen op 1-0 gekomen. En ja, Inter dus in grote problemen. Want met 10 man moet je dus zien te komen. En ja, Andio Adipi die ergerde zich wel als goalie. Want hij wilde natuurlijk de gelijkmaker. Maar toen viel Franklin Singo Di Cromo in. En met het linkerbeen, prachtig schot, kreeg hij de bal achter Andio Adipi. En het was toen 2-0 en over en uit voor Inter met nog minuutjes te gaan in de verlenging. Het zou wederom Franklin Singo Di Cromo worden die de derde treffer zou maken. En toen was het dus totaal gedaan. 3-0, dat is ook de eindstand geweest. En Robin Hood wint de President's Cup. Weer een prijs voor Bien. Onder leiding van Roberto Geudeken en Inter Mungutapu onder leiding van Hezron Jeru. Die moest dus genoegen nemen met de $5000. Robin Hood kreeg er 10. En de president heeft ook de toezegging gedaan dat de prijzenpot verhoogd zal worden. Maar dat zal natuurlijk eerst in regeringsverband besproken worden. En dan zal dat geschieden. In ieder geval, een vrij leuke wedstrijd, een opener van het seizoen en we kijken dus uit naar de rest van de wedstrijden die dus wanneer de Suriname Media League van start gaat, wat het ons zal brengen. Niet tevreden met de 1-0? Nee, sowieso niet, omdat Inter ook toch nog weer stand bood. Dus vandaar, maar uiteindelijk hebben de jongens van het netjes kunnen afmaken. Ja, als we kijken naar de reguliere 90 minuten, trainer, was u tevreden met wat u had gezien op het veld? Nee, helemaal niet, maar is weer de eerste wedstrijd na zo lang weer een officiële wedstrijd gespeeld te hebben. En voor beide ploegen was dat het geval. Je zag het ontbrak aan wedstrijdritme. En ook aan het tempo van het spel liet het bij Robin Hood te wensen over. Maar we hoeven ons niet zorgen te maken. We hebben deze wedstrijd gehad. We hebben een aantal spelers ook nog kunnen bekijken. Spelers die we binnen hebben gehaald. En dat was belangrijk voor ons ook om verder de weg in te slaan. Opmerkelijk was wel dat we zagen dat de normale doelman, de bekende doelman Vonkel, niet onder het lat stond. Vanwege een rode kaart, is dat toch wel normaal? Want het gebeurde toch wel in de bekercompetitie?
Ja, dus het was ook een beetje onduidelijk voor ons waarom hij niet mocht meedoen in zo'n wedstrijd. Maar ja, het is uiteindelijk beslist door de SVB en we moeten ons daarbij neerleggen. En dat hebben we ook gedaan. En de reservedoelman heeft toch wel ook zijn kans gehad om in deze wedstrijd mee te doen. Ook mooi voor hem. En uiteindelijk win je die wedstrijd. En dat is belangrijk. En desondanks hebben wij de beste kansen gehad. Eigenlijk is het gedaan, de penalty, tweede verlenging. We wilden wat kansen nemen om te gaan scoren. En dat is ons fataal gekomen, dat, waardoor Robin Hood heeft kunnen scoren. Ja. Als we kijken naar de wedstrijdcoach, dan merken we dat bij de bepaalde momenten toch wel Inter Mokotaku heel goede kansen heeft gehad om te scoren. Dus daarom ben ik niet ontevreden, toch? Met ons spel, maar alleen de doelpunten zijn uitgebleven. We hebben meer hele kansen gehad eigenlijk de hele wedstrijd door. We hebben nu pas kansen gehad in de verlenging. En dat heeft gemaakt dat we risico hebben genomen de laatste 5 minuten. Wat gekost heeft dat ze meer doelpunten hebben gescoord. Ja. Kan u zich wel terugvinden in de rode kaart? Eigenlijk niet vanuit mijn positie, niet. Maar ik weet niet wat de grensrechter zelf bepaald heeft. Maar naar mijn mening was het totaal eerste instantie buitenspel. En hij was ook niet de laatste man, naar mijn mening. Maar het kan zijn dat het anders is. Ja.